Dit is Flevoland van zondag 20 augustus. Tienduizenden bezoekers genoten gisteren van het jaarlijkse festival Zand in Almere Poort. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat waren er optredens van onder andere Miss Montreal, Chef Special en Direct. En sommige diehards staan de hele dag vooraan bij het podium. En jullie staan helemaal vooraan, speciaal voor Direct? Nee, van ik en Simon, maar die zijn al lang geweest. Maar dan toch nog wel vooraan blijven staan? Ja, leuke dag en straks afsluiten met Guus. Nee, we zijn de hele dag hier al. De hele dag vooraan. De hele dag vooraan, ja, absoluut. Waarom? Gezellig toch? Feestje bouwen. Het was de 10e editie van het festival en daarom duurde Zand dit jaar ook langer dan normaal, omdat ze al eerder begonnen. Daardoor hadden ze wel een beetje last van de regen 's ochtends. Vanochtend regende het een beetje, dus we moesten even wat opstartprobleempjes daardoor. Grote plassen, maar daarna is het droog gebleven gelukkig. En het is heerlijk, het is fantastisch. Wat vind je van Zand? Ja, fantastisch. Topdag, echt waanzinnig. Wat is er zo leuk aan? Goede band sowieso en het regent niet. Heel goed weer, dus we hebben echt een topdag. Ja, het is de eerste keer en ik ben eigenlijk wel blij verrast. Ik vind het echt heel leuk. Heerlijk, lekker ontspannen, heerlijk zonnetje erbij. Niet zoveel wind, maar verder is het prima. Heel wel super. Ondanks het weer, kerst toch? Een paar buitjes, verder lekker. Prima. Lekker. De meeste bezoekers kwamen voor een bepaalde artiest. Goed mee, jongens. Lekker mee, ja, jij. 100% Kensington. Miss Montreal kwam ik echt voor. Ja, daar ben ik fan van. Guus Meeuwis. Echt Guus Meeuwis. Miss Montreal. Nee. Nee, niet? Nee, ik niet. Wie jij dan? Chef Special. Nee. Jawel, zeker wel. Een camerateam uit Mongolië maakte in Natuurpark Lelystad een documentaire over het fokken van Przewalski-paarden. Inge Bouwman ontwikkelde in de jaren 70 een fokprogramma in het natuurpark. Eind jaren 60 stierf het ras in Mongolië uit, maar mede door haar toedoen leeft daar nu weer een groep van 350 Przewalski-paarden in het wild. Ik vind het heel geweldig. Ze stonden op de hoogste bedreigde bij de Red Letter, het rode boekje van WWF IUCN. En ze zijn nu één gezakt. Dus er zijn nu zoveel in Mongolië dat het niet meer tot ze bestaan in het wild weer. Dus ja, dat vind ik toch wel heel indrukwekkend, moet ik zeggen. Allemaal nooit gedaan. Vanuit dierenparken over de hele wereld gingen Bouwman, haar echtgenoot en een vriendin op zoek naar raszuivere paarden. Jarenlang zetten zij zich vrijwillig in om de paarden in het wild te kunnen laten voortbestaan. De eerste groep Przewalski's werden in 1992 vanuit Lelystad uitgezet naar Mongolië. Ik kan nog wel van huilen als ik denk hoe ze dan uit die kisten komen. Dan springen ze uit die kisten en dan zie je die Mongolen zittend. Ja, het zijn echte dag, weet je wel. Helemaal betrokken daarbij. Ja, dat is heel indrukwekkend. En 5 keer lang was dat heel indrukwekkend, moet ik zeggen. En nu is het ongeveer 350 Przewalski-paarden die in het wild leven. In het natuurpark in Lelystad lopen nu nog 10 Przewalski-paarden rond. Het natuurpark wil het fokprogramma graag weer nieuw leven inblazen. Een interessante oefenwedstrijd stond zaterdagmiddag op het programma tussen Flevo Boys en Jong Almere City FC. Jong Almere City FC, volgende week begint de competitie in de derde divisie tegen Harkemaanse Boys. En speciale toeschouwers Jack de Gier en Marco Hering. Een dag eerder verloor Almere City met 3-1 tegen NEC. Maar zij zagen hun Jong Almere City een goede wedstrijd spelen. Toch is het begin voor Flevo Boys. Eerste kansje is voor Arnoud Post. Maar daarna is het City wat de klok slaat. Ahanag, het neefje van Sofian met de voorzet. Dan een klungel tussen Kleinstra en Span. En dan zegt Khalid Tamine, dankjewel. En hij scoort al na 11 minuten de 1-0. Coach Ivan van Dinteren, hij is nog niet helemaal tevreden. Vooraf laakte hij het amateuristische gedrag van zijn ploeg. En ook tijdens de wedstrijd is hij fel. Maar het heeft profijt, want City is goed bij de les. Voorzet van Hulten en dan hoeft alleen Van der Water zijn hoofd tegen de bal te zetten. En we hebben nog maar 18 minuten gespeeld. Van der Water, voorseizoen, veelal speler van het eerste elftal.
En nu goud waard voor City FC, Jong City FC. Opnieuw Van de Water en dan is het Ahanach. Anas Ahanach. 3-0, het neefje van Soufiane Ahanach. Dat natuurlijk de overstap maakte naar de Premier League, naar Brighton Hove Albion. Maar in de eerste helft zet City er nog een tandje bij, want het wordt 4-0. Opnieuw Van de Water. Zijn tweede van de middag. En een paar minuten later zou hij ook zijn derde van de middag maken. Het is een beetje wel een déjà vu van de eerdere treffers. Opnieuw Van Hulten met de voorzet. Opnieuw Van de Water met de 5-0 alweer. Flavor Boys wordt gewoon opgerold en afgedroogd. Dat terwijl het een paar seizoenen geleden nog in de topklasse speelde. Tweede helft dan. Dit lijkt geen doelpunt te worden, maar dat wordt het wel. Van Hulten, let u even op. Prachtige treffer. We wisten dat hij een aardige voorzet in huis had. Maar dat hij ook kan scoren, dat wisten we nog niet. Eindstand wordt 7-0 en die wordt bepaald door Delvecchio Blackson. En zo heeft de donderspeech van Ivar van Dinteren in de kleedkamer nut gehad, want hij was erg boos. Ja, uitgehaald eigenlijk. In die voorbereidingen was het gewoon echt amateuristisch. En dat heb ik aangegeven. Ik zeg, we zijn professionals en dat moet gewoon heel anders. Als straks het fluitje gaat, moet gewoon alles professioneel zijn. En moeten we gewoon die wedstrijd moeten we zo goed mogelijk volbrengen en goals maken. Het eerste damesteam van de Almeerse hockeyclub zit midden in de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de overgangsklasse. Vanmiddag speelde de ploeg van coach Dieder Meijer tegen een regio-team uit India dat uiteindelijk met maar liefst 8-0 werd opgerold. Almeerse dames liggen 3 weken voor de competitiestart aardig op schema. Ja, ik vind van wel. Qua fitheid gaat steeds beter. En we zijn hockeyend, letterlijk wat ik zeg, gewoon stappen aan het maken. En gewoon dingen aan het doen waardoor wij sterker voor de dag kunnen komen over een paar dagen, over een paar weken. En tot nu toe heel erg blij met de vooruitgang, ja. Voordat de competitie eindelijk op zondag 10 september begint, moeten de Almeerse dames nog wel even de puntjes op de i gaan zetten. Nee, er zijn gewoon een paar dingen in de press. Onze press is er echt op gebouwd dat we communicatief veel met elkaar in verbinding staan. En dat heeft gewoon tijd nodig, dus daar zijn we heel hard mee bezig. En in de opbouw merk je gewoon dat we gewoon nu elkaar steeds beter gaan vinden. En dat is heel fijn. Wat moet er nog gebeuren voor de competitiestart? De puntjes op de i? Nou, ik denk dat we gewoon door moeten gaan zoals we nu bezig zijn. En zorgen dat we blijven groeien en vertrouwen weer krijgen in ons systeem. Want dat gaat gewoon supergoed. Dat zie je vandaag ook. Het staat als een huis. Nou, we zijn weer aan het versterken in ons verdedigend systeem. Dat was afgelopen jaar wat mij betreft onze sterkste kwaliteit. Dat was wat afgezwakt nu aan het begin van onze voorbereiding. En vandaag hebben we dat weer opgepakt. Want we hebben bijna niks weggegeven vandaag. Komend seizoen willen de Almeerse dames in ieder geval bij de eerste 7 ploegen eindigen. Om zodoende kans te maken om vanaf het seizoen 2018-2019 in de nieuwe promotieklasse actief te zijn. Nou, wij gaan gewoon voor die promotieklasse. Dat is geen geheim. Ja, weet je, we zijn elk jaar zijn we vooruit aan het kijken, stapje omhoog. Vorig jaar zijn we 7e geëindigd. Dus daar gaan we nu in ieder geval voor daarboven en dan ga je voor die promotieklasse. Maar dat is wel een reële doelstelling? Ik denk het wel. Ik denk dat we daar heel veel van moeten doen. Maar dat het zeker kan met deze talentvolle groep. Alleen moet je dan wel zorgen dat je hard blijft werken en met de neus dezelfde kant dingen blijft doen. En dat je gewoon wedstrijden zoals vandaag elkaar echt gaat gebruiken.